plannen en dus meer tijd. Ik kan veel meer dingen aan. Ja, en als jullie nog meer vragen hebben, ik denk dat het ook wel leuk is om dit nog te doen over misschien 3 maanden. Of... Hallo jongens, daar ben ik weer. Back on the YouTube platform live. Oké. Een paar maanden geleden had ik een Q&A gemaakt toen ik net uit huis was. En nu zijn we weer een paar maanden verder. En ben ik ondertussen alweer 6 maanden uit huis. En dat betekent een half jaar ongeveer, pak een beet. In die video zei ik dit. Ik denk dat het ook wel leuk is om dit nog te doen over misschien 3 maanden. En dus dacht ik, let's deliver that. Hoe noem je dat? Let's deliver. Ik hoop, ik ga niks beloven, dat dit ook wel weer voor mij een start is om gewoon echt weer YouTube video's te gaan maken. Want ergens mis ik het ook elke keer wel weer een beetje. Maar ja, dat zei ik in de vorige video ook. Dus ja, hè. Maar laten we beginnen met deze video. Want ik ben dus ondertussen alweer een tijdje uit huis. Ik heb jullie vragen laten stellen op Instagram. Het thema zal ongeveer uit huis, op mezelf, personal life en werk zijn. Oké, laten we met de eerste vraag beginnen. En dat is, was het bepaald moeilijk om je huis te verlaten toen je op jezelf ging wonen? En ik neem aan dat ze bedoelt het huis waar ik hiervoor woonde, dus bij mijn moeder. En nou ja, laten we meteen met de deur in huis vallen. Waar ik het toevallig laatst over heb gehad met iemand, heb ik eigenlijk gewoon tot dit punt geen heimwee gehad. En ik kan niet goed uitleggen waarom niet, waar dat vandaan komt en hoezo niet. Ik heb geen idee. Maar dit zei ik ook volgens mij al in de vorige video, maar dat is natuurlijk 3 maanden later. En ik had het idee van ja, misschien komt dat nog? Misschien ga ik een punt hebben, weet je wel, dat je dan ineens gewoon verdrietig bent, want ik ben niet meer thuis. En ik weet het niet, want het was ook niet dat ik zeg maar niet chill thuis zat, want ik ben hartstikke close met mijn moeder. Ik vond het altijd heel chill om thuis te komen en zo. Voor mij ging het dus gewoon heel organisch. Want als je me uit huis vlogs hebt gevolgd en die laatste Q&A hebt gezien, heb ik ook verteld dat dat hele uit huis gaan gewoon super spontaan ging en gewoon gebeurde. Voor mij geeft het dan ook aan dat ik dus blijkbaar gewoon ready was om te gaan en dat het dus niet geforceerd was. Het gebeurde gewoon. Is de verhouding en het contact met je ouders anders geworden sinds je op jezelf woont? Ja, zeker. Mijn vader, daar woonde ik eigenlijk al niet echt meer. Dus die zag ik sowieso sporadisch af en toe. Ging me naar de film. Maar het was niet dat ik bij hem nog in huis woonde. Ik woonde nu echt al een tijdje bij mijn moeder in huis. Die zag ik dus natuurlijk ook dagelijks. At ik mee. Keek ik Friends mee. Elke sitcom-serie die op Netflix staat, heb ik met mijn moeder gekeken. Dus dat was wel een groot verschil. Ja, ik merk wel dat ik met mijn ouders en ook mijn zus trouwens, want die is nu ook uit huis al een tijdje, dat we wel een weg aan het zoeken zijn om samen te zijn / contact onderhouden. En hoe doe je dat nou? En ja, dus laat ik daar eerlijk in zijn. Dat is af en toe gaat dat beter dan de andere keer. Dat is elke keer nog een beetje zoekende. Maar ja, je moet relaties onderhouden. En soms is het makkelijker dan de andere moment. En ja, that's life. Wat vind je het moeilijkste van uit huis wonen? Ik moet zeggen, ik ben wel echt een rommelkont. Dus mijn kamer op orde houden is, nou niet per se, ja, moeilijk. Maar ja, voor mij wel moeilijk dan, I guess. Omdat ik gewoon een beetje, er belandt uiteindelijk wel genoeg op de vloer en zo. En dan maak ik het weer op een gegeven moment super schoon. En het moeilijkste wat ik vind is meteen achter mijn kont opruimen. En mijn moeder had er altijd last van. Mijn vader had er last van. Nu heb ik er zelf last van. Ik ben nog steeds bezig met mijn geldzaken op orde houden. Wat natuurlijk voorheen een bijbaantje was bij Pathé. Om gewoon je geld te verdienen. Is nu echt wel van, nou ja, ik moet gewoon in een maand een bepaald geldbedrag binnenhalen qua werk. Want ik moet mijn huur betalen, mijn boodschappen betalen, zorgverzekering betalen, vervoer betalen, alles, kleding, wc-papier. Ach, wc-papier, dat ben ik vergeten. Dat wilde ik vandaag halen. Nou ja, dat soort dingen heb ik allemaal nodig en moet ik allemaal zelf verzorgen. Het is niet per se dat ik dat moeilijk vind, maar het is gewoon voor mij elke maand nog een beetje aankijken van, ga ik het redden? Hoe ver ben ik gekomen? Geld sparen, opzij zetten. Er zijn gewoon andere dingen waar je nu aan denkt en ook andere prioriteiten die je hebt. Maar in haaks op dat dat moeilijk is, vind ik dat ook juist wel weer gewoon echt heel leuk. Wat is mijn plan voor 2020? Alleen voor in mijn huis, wat ik nog in dit jaar zou willen, is een spiegel, want dat heb ik nog niet. Wel een spiegel bij mijn tandenpoetsplekje, maar niet gewoon zo'n spiegel waar ik lekker mijn outfit in kan checken en zo. Dus dat wil ik voor mijn huisje nog hebben. Voor de rest heb ik heel veel plannen voor werk-related, I guess, en online. Ik wil graag modellenwerk proberen te ontdekken en kijken of dat iets voor mij is, wat ik al heel leuk vind. Maar natuurlijk ook of werken met mij daar, weet je wel, in zee willen fotografen. Het is niet alleen maar van mijn kant, maar ook van de andere kant. Ik heb een gesprek gehad met de management, dus hopelijk gaat dat
zich ontwikkelen. En kan ik daar hopelijk meer uit gaan halen. Daarbij doe ik natuurlijk nog steeds Pathé Reporter. En zoals het er nu uitziet, blijft dat ook gewoon voor nu doorgaan. En daarbij heb ik ook nog Fris, waar ik videocontent voor maak. Dus als je kan voorstellen, als ik dit zo allemaal uitleg, heb ik het lekker druk. En zit ik zeker niet stil. Mijn echt grote doel voor 2020 is dat ik bij Pathé Amersfoort, waar ik nu gewoon kassenwerk doe, usheringwerk doe, dat ik daar in plaats van 3 keer in de week naar 1 keer in de week kan werken. En dat mijn grootste inkomstenbron, dat niet meer Pathé Amersfoort is. Dat is eigenlijk een beetje mijn goal voor 2020. En ik hoop dat ik dat ga redden. Ik heb zoveel leuke vrienden gemaakt daar. En ik ga echt met plezier naar werk. Maar mijn passie ligt natuurlijk in creatief zijn, in content maken, in online activiteiten. Zijn. En het zou natuurlijk super leuk zijn en super vet zijn als ik ook vanuit mijn passie het meeste geld kan verdienen. Dus dat is op dit moment mijn goal. Hoe ben je veranderd ten opzichte van toen je nog thuis woonde? Het is lastig om misschien ook zelf te beantwoorden, maar ik heb het gevoel dat ik ook oprecht gewoon volwassen, nog meer volwassen ben geworden. Ik voel me wel ergens ook zelfverzekerd of zo. Dat is een soort van... ik haal wel een zelfverzekerdheid uit het feit dat ik dit doe. Dat ik op mezelf woon. Dat ik mijn eigen plekje heb. Ik denk dat ik wel veranderd ben in mezelf prioriteit stellen ook wel. Dingen doen voor mezelf. Hoe zorg je ervoor dat je niet in de schulden komt? Ja, dat is dus iets wat ik zelf nog telkens aan het ontdekken ben. Ik heb in ieder geval een kasboek waar ik per maand bijhoud wat ik uitgeef. En waar mijn uitgaven dus ook naartoe gaan. Ik kan niet zeggen dat zeg maar me altijd tegenhoudt om spontaan dingen te halen. Maar het geeft in ieder geval wel een duidelijk beeld van oké, dus daar heb ik zoveel aan uitgegeven. En dan kan ik het ook vergelijken met andere maanden van oké, deze maand heb ik zoveel geld uitgegeven aan boodschappen. Bijvoorbeeld €110 en de andere maand €140. Het is ook niet erg als het natuurlijk afwisselt en als je af en toe wat meer uitgeeft. Maar je moet het natuurlijk wel in de gaten houden, want klopt, je wilt niet in de schulden zitten. Maar ja, ik leef ook altijd nog een beetje naar het eind van de maand toe. Ik heb nog niet echt een goede saving opgespaard, dus ik heb niet echt een terugvalpotje. En die wil ik eigenlijk wel heel graag creëren. Maar ja, elke keer als je dan toch net weer iets minder hebt verdiend dan dat je had gehoopt, ga je toch weer grijpen bij andere potjes. En dan is dat sparen wel weer wat lastiger. Dus daar ben ik zelf nog heel erg mee bezig en aan het leren hoe ik dat het beste kan aanpakken. Ik heb in ieder geval op mijn Rabobank app spaarpotjes gemaakt. En dat staat dan op naam bijvoorbeeld mijn zomervakantie. Ik ga naar New York hopelijk ooit in de toekomst. Daar heb ik een spaarpotje voor. Mijn boodschappen, mijn btw. Of mijn factuurtje binnenkrijg, krijg ik btw geld. Btw, ik schuif meteen naar mijn btw potje. Dat zit ik niet aan, staat apart. Ik heb mijn vaste lasten potje. Zet ik dan meteen aan als ik mijn geld binnenkrijg voor mijn huur, zorg, verzekering. Zet ik dan ook meteen aan de zijkant. En ik zet dan bijvoorbeeld €100 voor boodschappen aan de zijkant. Daarin probeer ik al wel mijn geld te splitten. Omdat ik dus spontaan uit huis ben gegaan en niet echt een heel erg breed potje heb gespaard. Ik had wel een potje, maar dat heb ik voor mijn inboedel hier nu uitgegeven toen ik uit huis ging. Moet ik toch wel een beetje leven van maand tot maand. En ik vind het in essentie niet erg. Maar je moet het eigenlijk ook doen. Kasboek en de spaarpotjes is op dit moment de 2 dingen die ik vooral op probeer te focussen. Ja, het hele sporadisch spontaan uitgeven ben ik ook nog een beetje aan het zoeken. Dus daar kom ik hopelijk nog een keer een ander moment op. Ben je op dit moment gelukkig? Dit moment algemeen ja. Vandaag / deze weken voel ik me wat minder chill. Maar ik heb wel het idee dat ik me wel overal wel goed voel. Ik probeer een beetje mijn eigen issues een beetje te accepteren. Ik heb best wel faalangst. Ik kan heel erg vasthouden aan iets fout doen. Het gevoel hebben dat ik iets fout doe of niet goed ben of iets niet kunnen. Weet je wel, heel zwaar dat daaraan vasthouden. Ik merk nu dat ik daar steeds soepeler in word en dat ik ook mezelf minder afstraf of zo als ik iets niet perfect doe. Dat ik mijn eigen kwaliteiten begin te erkennen. Kijk, je kijkt natuurlijk naar jezelf omdat je jezelf al zoveel jaar kent. Ik heb mezelf 21 jaar en je wordt moe van jezelf. En elk kleine goede detail ben je gewend aangeraakt. Gewenning gewoon. Nee, ik merk wel dat ik daar erg in aan het groeien ben. En mezelf meer aan het accepteren ben. En ook aan het waarderen ben. Ja, ik ben daar heel erg aan het ontwikkelen nu. En daarom ben ik ook heel erg gefocust dit jaar. Begonnen met vanuit mijzelf. Voor mezelf, maar ook niet per se in een, selfish way. En dat mag eigenlijk ook gewoon, want dat vind ik altijd, er zit heel wat een taboe op
selfish zijn. Op zeg maar voor jezelf kiezen. Van oh, dat mag eigenlijk niet. Want dan doe je andere mensen tekort. En dan ben je egoïstisch. En dat is erg. Want egoïsme, dat is negatief. En dat is niet goed. Nee, egoïsme is goed. Want als jij net zoals als je in een vliegtuig zit. En je gaat eerst andere mensen helpen. En stikt dan omdat je geen zuurstof hebt. Ah, maar dan was je in ieder geval niet egoïstisch. Nee, je doet eerst zelf je zuurstofkapje op. Ga dan andere mensen helpen. Zorg er eerst voor dat je zelf goed in je vel zit. Dat je jezelf prettig voelt. Dat je dingen op orde hebt voordat je iemand anders gaat helpen. En dat is helemaal niet egoïstisch. En al is het egoïstisch als je het zo wilt benoemen. Het is in ieder geval niet verkeerd. Ik hoop dat dat hele ding om egoïsme, dat minder negatief gedraaid wordt. Want het is juist hartstikke goed als je voor jezelf kiest. En hartstikke goed als jij jezelf prioriteit stelt. En van daaruit dan, omdat jij je goed voelt, ook weer anderen goed kan beïnvloeden. Positief kan beïnvloeden. Vind ik heel belangrijk. En dat is iets waar ik echt... Ja, ik probeer daar heel erg mee bezig te zijn. En kijk, als mensen je ook af of kwalijk nemen dat jij egoïstisch ergens uit reageert. Of actie neemt uit egoïstische plek. Wat iedereen doet, want we zijn mens en we zijn egoïstisch. Punt. Dan moet je die mensen ook eigenlijk soms gewoon achter je laten. Of gewoon zeggen, mag. Jouw mening mag er zijn. Ik laat het me niks doen, want het is jouw mening. Kan er niks mee. Of tenminste, kan er niks mee. Het is jouw ding, ja. Punt, klaar, goed. Good friends. Inlevingsvermogen. Inleven in andere mensen is heel belangrijk. Essentieel ook vaak om met dingen te erkennen. Maar ook wel, heel veel mensen kunnen dat ook vaak niet. Als ik heel erg inlevend reageer, reageren andere mensen dat soms helemaal niet naar mij toe. En ik heb maar gewoon nu geaccepteerd dat ik dat dus blijkbaar ook niet altijd kan verwachten van iemand. Verwachtingen laag, kan je minder teleurgesteld worden? Oké, als jullie nog meer over dit diepere onderwerp willen, dat ik daar meer over vertel misschien in een video, laat me even weten. Want dan kan ik dat doen, anders wordt deze video misschien heel lang om dit ene onderwerp. Over wat voor werk je doet en de verschillende baantjes die je hebt gehad. Nou, wat ik dus net al een beetje heb verteld, ik werk bij Pathé Amersfoort. Dat is dus gewoon Pathé bij mij in de buurt, waar ik woon. En daar ben ik, daar doe ik kassawerk, de shop, dus het eten en drinken, popcorn scheppen, zalen schoonmaken. Dus dat doe ik ongeveer 3 keer in de week. Op dit moment werk ik nog steeds als Pathé reporter. Ik ben de enige Pathé reporter die premières doet voor Pathé. Dus dat betekent dat ik dus als er een première is, daar bij de pers sta, de rode loper. Ik interview de BN'ers die daar langskomen. En dan als de film afgelopen is, vraag ik hoe ze de film vonden en hoe ze het hebben ervaren, bla bla. En dat doe ik dan in 1 avond en dat komt dan online op het Instagram account van Pathé. Daarbij ben ik ook freelancer, maar dat is altijd iets wat nog een beetje onder background is, waar ik niet super actief in ben geweest. Of tenminste, waar ik niet maandelijks al mijn geld / klussen mee binnenhaal. Dus nu ben ik ook bezig met Fris. Daar heb ik nu al 3 evenementen voor gedaan. Ik heb Donnie Roelvink geïnterviewd. Dope Boy en Busy. Dus daar maak ik nu content voor. Daar interview ik dus ook op locatie van die evenementen van Fris voor de 16-jarige tieners die lekker gaan dansen. Het is echt super cute en heel leuk. Dus daar ben ik nu mee bezig en dat gaat ook weer door voor de komende 3 maanden. Dus dat is ook een freelance klus, laat maar zeggen. Maar Instagram en YouTube is een beetje, ik weet even niet meer wat het goede woord ervoor is, maar onbetaald werk. En ik ben bezig met mijn eigen brand, dus het is wel weer essentieel en belangrijk dat ik daarmee bezig blijf. Want als ik dat natuurlijk niet doe, kan ik er ook niet uiteindelijk aan verdienen. Soms verdien ik er wel wat mee, soms krijg ik er producten uit. Dus dat is een soort van bijkomstigheid waar ik hopelijk in kan groeien. En dat het wel wat meer qua geldverdiensten biedt. Want het kost wel veel tijd en het kost gewoon werk en moeite om dat running te houden. En dan heb ik dus het management waar ik net over heb verteld, waar ik laatst naartoe ben geweest, wat nog in een soort van progress situatie is, dat hopelijk doorgaat. Dus ik hoop dat zij mij willen, want ik wil hun wel, ik wil graag samenwerken. Heel leuk, fijn gesprek mee gehad, dus wie weet wat dat gaat brengen. Dat is eigenlijk een beetje de derde geldinkomstenbron die ik zocht, want meestal heb je ongeveer 3 tot 4 lopende klussen waarmee je dan je geld zeg maar kan binnenbrengen / verdienen. Dus dat is nog in afwachting en ik hoop dat dat goed gaat uitpakken, want dat zou echt super fantastisch zijn. Hoe is het met het datingsleven? Korte samenvatting mag ook. Nou, ik ben nog steeds single.
I don't mind eigenlijk. Ik merk wel dat ik meer gewoon ervaring wil opdoen in het hele vlak van uitgaan, daten. Maar can't deny dat ik gewoon wel echt oprecht gewoon... Ja, ik heb zoveel te doen en zoveel dingen die ik nog wil oppakken. En de dingen qua werk... Ja, ik ben nu echt zo'n werklady gewoon. Ik vind het ook gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. En als het wel op mijn pad komt, dan is het ook niet dat ik dat dan niet wil, zeg maar. Ik heb geen zin om daar nu actief naar op zoek te gaan. Dus dat. Dat was hem! Lange verhaal lang, totaal niet kort. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. En als je nog meer vragen hebt, laat het zeker weten in de comments. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Dat vind ik leuk. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat zeker. Er komen weer nieuwe dingen aan. En ik wil adulting ook weer oppakken, vloggen ook weer oppakken. Ik hoop dat jullie een fijne dag hebben. Dat je er wat uit kan halen van wat ik allemaal heb verteld. En dan zie ik jullie snel weer.